Zijn er nou ook echt mensen die met die foute stembiljetten hebben gestemd? Ja, dat zullen we pas zeker weten op het moment dat de stembussen opengaan. Er is natuurlijk wel redelijk vroeg op de dag geconstateerd dat er verkeerde stembiljetten in de dozen stembiljetten zaten. En vanaf dat moment hebben we ook geconstateerd dat alle voorzitters van de stembureaus zeer goed gelet hebben op het feit dat er geen verkeerde stembiljetten meer werden uitgegeven. Daar is men zeer alert op geweest. Maar natuurlijk in die beginfase is niet uit te sluiten dat er toch wat stembiljetten doorheen geschoten zijn. Dat weten we pas zeker op het moment dat de stembussen opengaan en we gaan tellen. En wat gebeurt er dan mee als die worden gevonden? Ja, daarover hebben we contact gehad met de kiesraad. En de kiesraad heeft ons in de loop van de dag laten weten dat wij de verkeerde stembiljetten apart moeten houden, apart moeten registreren op onze uitslagenlijsten. En die stemmen worden dan ongeldig verklaard helaas. Hoe kon dit gebeuren? Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook een vraag voor ons. We hebben uiteraard contact gezocht vandaag met de leverancier van de stembiljetten. En zij hebben aangegeven ook uit te gaan zoeken van hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. Ja, want ik kan me voorstellen dat u hier heel erg van baalt. Ja, natuurlijk. We doen er met elkaar alles aan om dat stemproces zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Dat merk je ook op zo'n dag. Jullie hebben er ook verslag van gedaan. Op alle stembureaus wordt echt het uiterste gedaan om te proberen een goed stemproces te krijgen. En als dan dit soort dingen gebeuren, dan is dat alleen maar heel erg vervelend. We hopen dan ook dat straks bij het tellen van de stemmen vooral blijkt dat het aantal verkeerde stembiljetten tot een minimum beperkt blijft.